Ja, een epische kwartfinale tussen KV Kortrijk en KV Mechelen. En dat brengt ons bij de loting voor de halve finales van de Crocky Cup, de beker van België. Soyez bienvenue au tirage au sort des demi-finales déjà de la Coupe de Belgique. De loting die we gaan meemaken, of die in handen is zelfs, van Thomas Buffel, ex-winnaar van de beker van België. Laat ons eerst even terugkomen op die epische kwartfinale tussen Kortrijk en KV Mechelen in de gietende regen. Een opsteker toch voor KV Mechelen in moeilijke tijden? Zeker en vast. Na een aantal verlieswedstrijden in de competitie hebben ze nu toch de halve finale bereikt. En het was een moeilijke wedstrijd in Kortrijk. Het is altijd een moeilijke wedstrijd daar. Maar ja, Sandy Walsje scoorde het verlossende doelpunt. En ja. Het is wel mooi om te zien ook hoe de jonge coach als Steven toch heel positief coacht. En je ziet als Conseil niet altijd goed loopt op het veld, dat hij toch een duim opsteekt van dat het, alleen naar de spelers toe, dat ze het proberen. En dat vind ik veel betere signaal dan dat je soms negatief zet. Ja, het uitgangsbord inderdaad van dit KV Mechelen. Steven De Voer, we gaan straks verder praten over KV Mechelen, omdat er veel afhangt van hun uiteindelijke loting, of ze kans maken op de overwinning waarschijnlijk, of ze eerst thuis of eerst uit mogen spelen, want in de halve finales werken we met thuis- en uitwedstrijden. Daarover dadelijk meer, Thomas, maar ik wil toch ook eerst even terugkomen op jouw triomf in 2013 in een finale tegen jouw ex-club, waar het allemaal begon, bij Cercle Brugge. Wat weet je daar nog van die finale? Goh, als je de beelden zo terugziet, fantastisch. Al het vertrek van in Genk naar het Koning Boudewijn Stadion was heel sfeervol. Iedere brug was versierd met Genkse vlaggen. En ja. Het was geen makkelijke wedstrijd, want het was een sterke tegenstander. Cumorzi die zo waar scoort. Maar gelukkig dat via een vrije trap, een bevrijdend kopbal van Cumorzi. En dan nog geef ik hier de assist, denk ik, op Vossen voor de 0-2. En het was fantastisch, hè. Als je dan die blauw-witte zee ziet en als je dat kunt vieren dan ook bij terugkomst. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Een prijs pakken als speler en als club zijn, dat is het mooiste wat er is. Ja, was dat extra emotioneel voor jou, dat het tegen Cercle was, jouw ex-club, waar je vader toch ook betrokken geweest is en zo? Ja, hij zat in de tribune waarschijnlijk. Ook in de aanloop toe, veel interviews. En ook onder andere tegen Frederik Boy gespeeld, die ook nog een klasgenoot was en een mede-jeugdspeler bij Cercle Brugge. Dus dat was mooi om dan tegen hun te moeten spelen. Ja. Maar ze hebben dat jou niet verweten of zo daarna? Nee, er is heel veel sympathie aan beide kanten. Ja. Is dat het hoogtepunt van jouw carrière samen met die landstitel? In België toch wel. Hè. Okay, bij Rangers heb ik ook kampioenschap op de laatste speeldag behaald. Dat was ook iets speciaals. Een aantal mooie campagnes in de Champions League en Europees ook nog met Genk kwartfinale. Mm-hmm. Dat zijn de dingen die bijblijven. Ja, oké. Okay. We gaan dadelijk over naar de loting voor de halve finales. Maar eerst de resultaten uit de kwartfinales er nog eens bij nemen voor alle duidelijkheid. Kortrijk KV Mechelen hebben we net gezien. Die late goal van Sandy Walsh. Zultewaregem dat toch ook terug onder de levende is. 2-0 thuis gewonnen tegen Sint-Truiden. Onder meer door een strafschopdoelpunt van de nieuwe publiekslieveling daar, zeg maar, Ruud Vormer. Genk, dat toch een verrassend pak slaag kreeg van Antwerp. 0-3, een statement toch wel van Antwerp op het veld van de autoritaire competitieleider. En Union, toch nog altijd een fenomeen. 4-0 gewonnen gisteravond van AA Gent. Union, de enige club in ons land die nog op 3 fronten actief is in de beker. Beker kunnen ze nog winnen. De competitie maken ze ook nog altijd kans, niet zo heel ver weg. Zeker als de punten straks gedeeld door 2 gaan van Racing Genk. En ook in de Europa League hebben ze overwinterd. Hele straffe performance toch van de mannen van Karel Gerards. Brengt ons, Thomas, bij Le Moment Suprême, zal ik maar zeggen. De loting voor de halve finales van de beker van België. Misschien eerst zeggen, het eerste balletje dat je trekt is het team dat in de heenwedstrijd thuis mag aantreden. Dat is toch niet onbelangrijk. Ik zou zeggen, ga je gang. Yes, spannend. Ze zijn allemaal even warm, voel ik. Ja. Daar gaan we dan. Union Saint-Gilles. Ja. Union Saint-Gilloise dat opnieuw thuis mag aantreden in het Dudepark in de heenwedstrijd van zijn halve finale. De vraag is natuurlijk tegen welk team? Spannend.
van de affiche. Royal Antwerp. Tegen Antwerp. Antwerp dat zo sterk was op het veld van Racing Genk. En dus eerst op verplaatsing mag aantreden. Ik denk dat we de anderhalve finale ook al kennen. Maar de vraag is, Thomas, wie er eerst thuis mag aantreden. Of thuis moet aantreden, zeg maar. Zulte-Waregem. Zulte-Waregem in het regenboogstadion tegen KV Mechelen. Maar voor de volledigheid mag je dat balletje ook nog openmaken, Steven. KV Mechelen dat de terugwedstrijd dus in het eigen stadion zal mogen afwerken. Ex-winnaar van de beker van België. Twee favorieten zeg maar tegen elkaar en twee outsiders tegen elkaar. Laten we beginnen bij Union tegen Antwerp. Mogen we Antwerp toch favoriet noemen door het feit dat ze die terugwedstrijd op eigen veld mogen spelen? Of is dat te kort door de bocht? Goh, ik schat de kansen 50-50. Antwerpen heeft heel goed gedaan tegen Genk. Eerder ook al standaard met zware schijvers uitgeschakeld. Union speelt nog op drie fronten. Dat kan misschien een kleine aderlating zijn, alhoewel ze hebben wel een brede kern. Die eerste wedstrijd zal even belangrijk zijn om te zien wat de score is en wie dan de terugwedstrijd met de beste kaarten kan aanvangen. Ja. Maar het zal een leuke wedstrijd om te zien met twee fantastische supporters. Ja. Ze zijn allebei in vorm. Als je nu één team moet kiezen in die halve finale tussen Union en Antwerp, wie haalt de finale dan, denk je? Als je nu naar de laatste weken kijkt, zou je denken, oké, Union, die is iets constanter in de prestaties. Maar ik denk toch moet gespeeld worden 50-50. 50-50, oké, durft niet kiezen. Zulte-Waregem, KV Mechelen, wie is daar de favoriet voor jou? Zulte-Waregem, jouw ex-club ook? Ja, ze hebben goede transfers gedaan met Guud Vormer, die erbij gekomen is, gelijk al van grote waarde van Zulte-Waregem. Maar ik denk misschien toch wel dat Mechelen met de thuiswedstrijd of de terugwedstrijd thuis toch wel een groot voordeel heeft, denk ik. Ja, Zulte-Waregem en KV Mechelen, twee teams die ook in degradatiestrijd verwikkeld zijn. Kan dat een nadeel zijn? Gaan die teams moeten kiezen of hoe gaat dat gaan, denk je? Want de terugwedstrijd is op 1 en 2 maart, dat is al dicht tegen het einde van de competitie. Hè? Klopt. Ja, het zal een beetje afhankelijk zijn hoe dat de komende weken Mechelen aanvangt. Als ze zich wat kunnen redden tegen dan. Het zal natuurlijk een wereld van verschil zijn. Misschien een rotatie van spelers. Ik denk dat ze een zestal punten boven degradatiezone staan. Dus als ze zich de komende wedstrijden wat extra punten kunnen binnenhalen, dan ze misschien iets meer adem om voor die wedstrijd wat te roteren en de spelers rust te gunnen. Maar goed, het is een bekerwedstrijd. Iedereen wil, en zeker in de halve finale, het is een unieke kans om de finale te halen. Dus iedereen zal er vol voor gaan. Ja, oké. Nog eens overlopen. Union tegen Antwerp en Zulte-Waregem tegen KV Mechelen. Dat zijn de halve finales in de Crocky Cup, de beker van België. Nog eens zeggen, heenwedstrijden vinden plaats op woensdag 1 en donderdag 2 februari. En de terugwedstrijden die zijn precies een maand later op woensdag 1 en donderdag 2 maart en de finale in het Koning Boudewijn Stadion, dat ga ik toch ook al meegeven, vindt plaats in het weekend van 29 en 30 april. Alors Thomas, qui est, selon vous est le favori à gagner la Coupe de Belgique pour le moment? Pour le moment, quand je vois le match Union Anvers, le gagnant là a une bonne chance. Mm-hmm. Ok, mais vous pouvez pas me dire... Non, parce que je pense vraiment que c'est 50-50% Union Anvers. Et qui gagne là, qui va jouer le final, je pense que c'est vraiment le favori. Oui. Et oui. Ok, je vais vous remercier pour faire le tirage pour le moment, Thomas, et à la prochaine. Tot de volgende keer. Dit was de loting voor de halve finales van de Crocky Cup van de Beker van België.
Download nu gratis de nieuwe Jupiler Pro League-app. Beleef van dichtbij alle actie, voor, tijdens en na de match, met real-time updates en video's van de hoogtepunten en doelpunten van alle speeldagen. Volg je favoriete spelers en clubs op de voet met heldere overzichten, heerlijke compilatievideo's en diepgaande statistieken. Ontdek ook de interactieve functies voor de fans in het stadion. De nieuwe Jupiler Pro League-app. Download hem nu gratis via onze website, de App Store of Google Play. C'est parti pour le match. La Croquis Cup, le meilleur goût du foot.